Want dat betekent dat we daar overloop hebben voor Ter Apel. Als we mensen niet kunnen plaatsen, of mensen langer moeten zitten, omdat ze wel door het proces zijn, maar nog niet door kunnen stromen naar een reguliere AZC, dan kunnen we ze hier een nette opvang bieden. En dat is de tweede goede reden, dan kan het proces in Ter Apel weer beter gaan draaien. Want dat was wat we ook als bijkomend probleem hebben gezien, doordat er zoveel aanloop was en we mensen niet naar binnen konden halen in Ter Apel, omdat daar gewoon alle bedden vol lagen, stonden mensen voor de deur, soms zelfs in de nacht. En dat betekende dat we ze op het laatste moment dan toch maar in een bus hebben gezet en naar een plek hebben gebracht, eigenlijk zonder dat ze zelfs nog maar door het proces waren. Dus dat gaf in ons systeem een enorme probleem. Nou zijn we niet van de systemen, maar voor die mensen was dat niet fijn, want die waren dus nog niet geregistreerd en daarmee was hun proces eigenlijk nog niet eens begonnen. Nou, doordat we nu deze wat grotere locatie hebben, kunnen we de mensen die al wel geregistreerd zijn, maar eigenlijk door moeten, weghalen uit Ter Apel en hier plaatsen of op het cruiseschip, op de cruiseschepen, waardoor dat hele proces van registratie weer normaal kan gaan draaien. En dat is wat we uiteindelijk moeten hebben. Dan weten we weer waar mensen zijn en dan kunnen we ze ook goed verder helpen.